Ik stond hier gewoon rustig de thee bij te vullen. Er zaten nog gezellig wat gasten wat te eten en wat te drinken. Er kwam op een gegeven moment ineens een man binnengelopen. Helemaal zwart gekleed, capuchon op, masker voor. Die keihard begon te schreeuwen, ik maak je dood als je me niet al je geld geeft. Nou, de eerste paar seconden dacht eigenlijk iedereen dat hier binnen zat dat er een grapje gemaakt werd. Totdat hij daadwerkelijk naast mij kwam staan achter de bar en me vastpakte en het mes op mijn keel zette. Toen heb ik de kassalade open gedaan, de hele kassa aan hem meegegeven. En hij is teruggelopen, heeft nog een keer bij de deur geschreeuwd. Je kan wel achter me aankomen, maar dan maak ik je echt dood. In de tussentijd zaten de bioscoopbezoekers nietsvermoedend in de zaal. De film die zou om 10:30 naar beneden stromen, 45 mensen. Dus de overvaller heeft ook een behoorlijk risico genomen. Dat is ook raar. Via de achteruitgang werden de bioscoopbezoekers door de politie naar buiten begeleid. Degenen hier binnen waren ontzettend geschrokken natuurlijk. En dat vind ik toch wel erg vervelend voor ze. Ja, en jij dan? Ja, ja, het overkomt je. De dader is gevlogen. Een spoor van kleingeld achterlatend. Ondertussen groeide zorg over de onveiligheid in de omgeving door bouwwerkzaamheden die stil liggen. De verlichting is daar weggehaald omdat dat bouwproject daar loopt. En er moet nodig verlichting komen. De hoop is dat schimmige figuren die er nu rondlopen dan ook wegblijven rond de fabriek. Bram gaat vandaag gewoon weer aan de slag. Hoop het nooit meer mee te hoeven maken. En we gaan gewoon wel weer door. Dat is op de beste manier, denk ik.